Goedemorgen. We zitten nu in Harlingen en ik ben op een geheime missie. Want zometeen pak ik de boot om 7:55 naar Terschelling. Want daar zit Anneke. En Anneke, goede vriendin, daar heb ik al de marathon mee gelopen in 2016 in Eindhoven. En ze had gevraagd of ik mee wilde lopen met de marathon vandaag op Terschelling. Dat leek me wel heel leuk, maar ja, dat was wel een beetje lastig met kamerregelen en overtochten en dat soort dingen. Dus ik had gezegd, nee, dat gaat niet lukken. Maar ik ben er dus wel, want ik ga met haar meelopen en dat weet ze niet. Alleen haar moeder weet dat. Ze is elk jaar hier samen met haar moeder en haar zus op Terschelling om de berenloop te lopen. Meestal de halve, maar vandaag dus de hele. Alleen op de boot zometeen, heb ik begrepen, zit ook haar man, haar zoon en haar schoonfamilie. Dus ik moet een beetje incognito proberen te blijven, zodat de verrassing groot blijft. Want ze staat, als het goed is, volgens haar moeder, te wachten bij de haven van Terschelling op haar familie. En daar duik ik dan opeens als haas op. Dus ik hoop dat de verrassing helemaal goed gaat komen. Want er zitten nog meer bekenden op de boot, zoals Bjorn. En volgens mij. Dus ja, het wordt een beetje spannend. Dus mondje dicht. Wordt vervolgd als we in de haven van Terschelling-West zijn. Doei! We zijn nu aangekomen op Terschelling-West. Ik heb Anneke al gezien, maar zij mij nog niet. Dus we gaan er nu verrassen. Ik schakel even de camera op. Alleen je moeder wist het, hè? Alleen je moeder wist het. En ik zat vlak. En je ons ook niet gezien? Ja, ik zat vlak. Jij ging naar de wc en ik zat helemaal zo in het hoekje gekeken. En ik zag jullie voorbij komen. All my days of misery, so I could have taken them from me.